Als ik 10 jaar was en in de schoolmusical meespeelde, ik was zo'n mega verlegen meisje die nog niet eens haar hand durfde op te steken in de klas. En opeens was ik daar zo op het podium een heel andere persoonlijkheid. Toen had ik zoiets van, yeah, dit is het. Speed met Sandra Bullock. Ik kan niet naar haar gezicht kijken. Ik vond dat ook echt een domme film. Het kleine zwarte visje. Dat is een boek die ooit in mijn handen is gekomen als kind. En dat bleek dan ook een Iraanse schrijver te zijn die dat heeft geschreven. Dat is een boek dat gaat over een visje. En dat visje kiest ervoor om eigenlijk gewoon niet met de school vissen mee te gaan zwemmen, maar haar eigen pad te gaan kiezen. Marjane Satrapi, Persepolis. Ik moet een beetje minder Iraanse invloeden geven nu misschien. Laila en Majnoon. Hij is gek van haar. Zij mag niet met hem zijn. Het is eigenlijk gewoon een Romeo en Juliet verhaal, maar dan eigenlijk nog lang daarvoor. Hotel California. Oh, ik vind dit zo gênant. Dat dan. Mijn eigen voorstelling, de eerste dan, A Reason to Talk. Omdat ik tijdens de voorstelling altijd huil. Maar ik huil ook bij andere voorstellingen. Hè. Do not be satisfied with the stories that come before you. Unfold your own myth. Van Rumi.